Yo kijkers van Rabo Games en super tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe aflevering van EcoCraft hier op dit kanaal jongens. En vandaag wil ik meteen gaan beginnen met een mining session, want we hebben wat extra iron nodig, een beetje coal is ook nog wel handig om dingen om te kunnen smelten. En zo misschien nog een paar extra diamonds, dat kunnen we ook nog wel gebruiken momenteel omdat we daar niet al te veel van hebben, maar daarna wil ik een iron farm gaan maken. Hier ga ik zo meteen even wat meer over uitleggen waarom en hoe. Want ja, de vorige keer dat we met villagers gingen werken, pakte dat niet al te goed uit. Maar ja, het lijkt me wel veel makkelijker om gewoon iron te kunnen krijgen. Of ergens even kate staan. Niet continu te hoeven minen daarvoor. Dus ik kon eerst even gaan beginnen met de mining session. Ga ik nou wel even meer uitleggen over de iron farm en alles wat ik wil maken. Dus ja, laten we snel gaan beginnen. Zo jongens, ik heb net al even gemined, zoals je aan mijn inventory ook wel kan zien. Hij zit redelijk vol. We hebben ja, aardig wat gekregen. Toch wel een mooie hoeveelheid aan diamonds. Iets meer dan een stack aan iron, dat hebben we ook nog wel nodig. En ja, redelijk hoeveelheid aan redstone, waar ik ook nog wat meer mee wil gaan doen binnenkort. Dus gewoon meer met redstone gaan doen. Maar, ja, ik ben hier altijd slim bezig geweest, aangezien ik nu niet heel veel tijd meer heb voor deze aflevering. Het is al woensdag. Ik kan vandaag in principe niks meer doen. Het is gewoon, ik heb geen tijd meer voor iets van een project te doen nu. En morgen moet deze video af zijn. Ik heb morgen tot 8 uur. Betekent dus eigenlijk dat ik zoiets geen tijd heb om deze video nog te kunnen maken. Dus ja, ik kan sowieso geen village breeder meer maken. Maar ik denk dat ik wel een ander idee heb wat nog wel moet kunnen werken. Want ik wil namelijk sowieso een begin gemaakt. Oké, dat was Windows. Altijd leuk. Ik laat deze er gewoon in zitten. Want ik kan nu even. Ik heb er gewoon geen tijd meer voor om dit soort dingen allemaal te doen. Maar ik ga dus even gewoon een begin maken aan de slime farm. Daar wil ik nu echt mee bezig gaan. En ik ben ook bezig met een andere serie de laatste dagen. Dus daarom, ja, ik ben continu bezig met dingen opzoeken. Ik heb weer een paar problemen met mijn USB-hub. Waardoor het opnemen niet altijd even lekker verloopt. Dus ja, het is nogal ja, kloten eigenlijk. Niet zo netjes om te zeggen, maar is gewoon kloten. Ja, ik moet heel veel dingen nu even tegelijkertijd doen. Maar ja, ik ga gewoon proberen in ieder geval een begin te maken aan de slime farm. En ja, het liefst natuurlijk zo goed als af of voor een groot deel al af. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken, maar dat we in ieder geval een begin hebben en de plek hebben. Dat er al iets is wat werkt. Dat zou fijn zijn. Dus ja, daarmee wil ik eigenlijk gaan beginnen om dat eerst te gaan doen. Maar ja, de komende afleveringen zullen ook korter gaan worden. Omdat ik echt heel erg bezig ben met het maken van de nieuwe serie. Dus ja, dan weten jullie dat. Maar laten we gewoon maar snel gaan beginnen met de slime farm. Oké, jongens. Ja, ik heb al even gekeken of ik een slime chunk of iets kon vinden. In ieder geval, ik heb op internet en alles gekeken, maar ja, ik heb echt jammer genoeg niks kunnen vinden. Anders had ik nu al wel iets, in ieder geval iets gedaan. Maar ja, ik heb nu geen tijd meer in principe om echt iets meer te doen. Dus ik weet, het is echt een hele korte aflevering. We hebben echt gewoon, ja, niks gedaan. Zowat, we hebben echt heel even gemind, maar dat was het. Dus ja, sorry. Weet je, ik had het liefst ook wel even wat meer willen doen deze aflevering. Maar ja, ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Ik heb heel wat andere dingen nog even tussendoor moeten doen. Ja, ik heb er gewoon even niet echt helemaal de tijd voor gehad om alles te kunnen doen. Dus ja, sorry. Ik hoop in ieder geval wel dat jullie ervan hebben genoten. Laat een like achter als je deze video toch leuk vond, ondanks dat hij zo kort was. En ja, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En zie ik jullie later.
Thank you.